feestje, mannen. Het is weekend. Het is weekend, Tessa. Kijk, ze zijn een gevecht aan het doen. Heel leuk. Bij andere bedrijven hebben ze vrijdagmiddag borrel. Wij hebben een vrijdagmiddag speeluurtje. Maar goed, wij trekken zo richting huis. En dan gaan we naar Leuven. Een weekendje naar Leuven. En we zijn onderweg naar Leuven. Zit in de auto. Heb je een beetje zin in? Ik heb er super veel zin in. Ik heb mijn creditcard niet. Oh. Shit. Zullen we die maar wel eventjes halen? Ja. Ik weet niet zeker of je die nodig hebt, maar dat is altijd wel handig. Vooral met de hotels, dan vragen ze nog wel eens na. Ja, shit. Dom. Maakt niet uit. Als het goed is zijn we er rond 6:30. Dan gaan we even inchecken. En we hebben om 7:00 afgesproken met Ergin. Die heeft ook een YouTube kanaal. Achterklap! Achterklap. We gaan gezellig samen met hem eten. Want ja, hij is ook een Belg. En hij woont daar volgens mij redelijk in de buurt. Ja. Of niet? Volgens mij, ja. Hij moet even lang rijden als wij. Nee, niet zo lang. Maar het is niet dat hij echt heel in de buurt had. Voor mij ook. We zijn er. Het is echt een heel leuk hotel, hè? Ja, heel leuk. Dit is de kamer. We hebben dus overal ramen. We hebben best wel een grote kamer, want deze ligt op de hoek. En hier zie je het plein. Daar is volgens mij dat straatje waar je heel veel kan eten. Nee, wou ik zeggen. Nee, daar heb je heel veel restaurantjes zitten. Het ziet er ook mooi uit. Het is een beetje een hipster hotel. Kijk maar, zo'n hipster stoelen en een hipster ouderwetse telefoon. Dat is de knop. Oh. Oh, die is ook wel vet. Zo. Oh. Zit een douche. Het is echt een heel leuk hotel. Huge kop. Ik hou er nooit van, maar ook een andere kop. Top. Wow, superleuk. Een persoonlijke boodschap voor mij. Hallo, Mr. Marit Brugman. We zitten in een typisch Belgisch iets. Ik ben een echte Belg. Dat is erg. Jij bent wel eens vaker in de vlog geweest, hè? Wel regelmatig. Ja, dat klopt. En ik ben heel blij, want hier op de kaart hebben ze kaaskroketjes. En ik heb er zo veel zin in. Goedemorgen, het is zaterdag en wij worden wakker in het mooie zonnige Leuven. Het is gewoon zonnig. En dit is volgens mij dus een deel van de universiteit. En daar is het straatje waar we gisteren hebben gegeten. En dat gaat naar de grote markt. Dus daar gaan we eigenlijk ook weer naartoe om te ontbijten. Wat heb jij? Ik heb een bagel met roomkaas onderin, serranoham, kaas en olijfolie. Ik heb eentje met een goede omelet. Oh, lekker. En er zit ook spek in. Ja. Smakelijk. Wij hebben net lekker ontbeten. Goed ontbijt, hè? Ja, ontbijt. Ik zit goed vol. Ik ook. En nu lopen we naar de universiteitsbibliotheek. Dat is echt zo'n Harry Potter bibliotheek. Nee, Harry Potter bibliotheek. Met een torentje. Zullen we daarin gaan? Dan heb je uitzicht over de hele stad. Durf je dat? Ligt eraan. We openen het er. Maar waar moeten we heen? Volgens mij die kant op of zo. Oké. Daar is het, de bibliotheek. We zijn echt zieke toeristen. We hebben een audiogids. Ja, we hebben een audiogids gekregen. Maar we zijn klaar. Constructie nogmaals. Ja? Nog een keer luisteren, nee. Nee, hou op. Oh. Niet nog een keer. Laten we snel naar de bibliotheek zelf gaan. Ja, en naar het torentje. Dat was een mooie bibliotheekzaal, maar je moest stil zijn. Ik vind het ook vet ongemakkelijk, want mensen zitten daar gewoon te studeren. Dan kom ik daar een beetje filmen. Wow. Daar gaan we dadelijk in. We zijn er en het is best wel hoog en dit is...
We hebben allebei wel een beetje hoogtevrees, alhoewel ik vind het hier wel veilig ofzo, want dit is heel hoog, hè? Nou, ik tril echt van mijn bed. Maar ja, hoe is het uitzicht dan? Wij zijn al een tijdje aan het winkelen en we zijn ook best wel goed geslaagd, hè? Kijk hoeveel tassen! Ik heb een super mooie tas en schoenen. En Dylan heeft een trui, een blouse en een jasje. Ja. En mocht ik wel eens, want ik had het er vanochtend over met Dylan. Dit is nou niet zoveel winkelen. Dus het is oprecht. In begin oktober hebben we voor het laatst gewinkeld, ja. Toen heb ik twee setjes gehaald. Ja, en dat was het. Dat is dus alweer 4 maanden geleden. Dus dat mocht wel weer eens. Oh, lekker. Er zitten dus ook kaasbolletjes bij. Dat moeten ze echt in Nederland doen. Ja, we hebben kaasvlees. Of ja, maar kaasstengels hebben we. Ja, maar dat is niet zoals dit. Waar ga jij mee beginnen? Ik ga beginnen met wachten. Ik eet nooit iets als het nog warm is. Ik wel. Ik verbrand echt mijn bek direct, jongen. Ik snap niet hoe jij dat kan. Wij zijn in het hotel en we hebben ons omgekleed. Eerst hebben we even gedoucht en even geluierd. Inmiddels is het, hoe laat is het? 7:45. Het is 7:45 en ik heb nieuwe schoenen aan. Die ik vandaag heb gekocht. Het zijn veterlaarsjes, maar er zit zo'n ding op. Ik vind ze wel heel vet. Ze zijn wel heel apart, maar ik hou er wel van. En Dylan heeft ook nieuwe kleren. Dylan, wat heb je voor nieuwe kleren? Nieuwe blouse. Ja. En een soort ja, zomerjas-achtig ding. Ja. Maar het is nog helemaal geen zomer! Nee, dat is waar. Maar ik bereid me goed voor altijd. Ja, dus hij is wel echt heel leuk. Laat ook eens even je trui zien. Velvet en dan zo'n patroontje erin. Hartstikke mooi. Ik heb nog iets. Nog iets? Oh. Nu lijkt het net een celebrity. Ja, ja. Dylan heeft de zonnebril gekocht omdat hij die grappig vond. En ik heb nog iets gekocht waar ik heel, heel, heel blij mee ben. En dat is een nieuwe tas. Want mijn tas zat onder de witte verf van de verbouwing. Ik had hem al best wel lang van de Esprit. Een paar jaar en hij was een beetje aan het kapot gaan. En nu heb ik een super mooie tas van Ted Baker. En het was sale, dus hij was flink afgeprijsd. Dit is hem. Daar is hij. Ja, heel leuk. Hij lijkt een beetje goedkoop en een beetje alsof het een, gewoon een boodschappentas is. Oh wacht, er zit nog iets in de boodschappentas. Er zit nog een tas in. Kijk, dit is hem. Welke wil je nou het liefste? Die. Ja, alsjeblieft, dan neem ik die mee. Oké. Hij heeft, heel leuk, een strikje. Daar ben ik zo blij mee dat hij die heeft. Is dit hem? Nee, dat zit er nog in. Dat is ook met een strikje. Dat is een clutch. Die kan je ook losmaken. Maar je kan er ook bijvoorbeeld je portemonnee in doen. Dat je die in ieder geval niet kwijtraakt. Nice. We zitten in een restaurantje en we zitten op een verdieping. Lijkt wel alsof we VIP zitten hier. Ja. We zitten ook echt als enige op deze verdieping. Hier kan je zo naar beneden kijken. En hier zitten wij. Hier zitten we helemaal alleen. Tegen het plafond aan. Kijk. VIP. Oh, ik stoot mijn kop bijna tegen die balk. Tiramisu. Het eten was echt super lekker. Het was echt goed. En het was ook niet zo duur. En we kregen na afloop ook nog een drankje van die eigenaar. Het was echt zo'n familierestaurant. Als je in Leuven bent. Het grappige was, we liepen er langs en het was niet eens heel druk. Dus we dachten, misschien is het niks. Maar ga naar Pronto, toch? Pronto Tapas in Leuven in de Munstraat. Shoutout naar hun. Ja, hele leuke mensen. Hele leuke echt mensen. Heerlijk eten. Ja. Goedemorgen, het is zondag, 10:15 en wij zijn nog steeds in Leuven. Gisteravond hebben we heel lekker gegeten en daarna zijn we nog wat gaan drinken in de hotellobby. En daar hebben we nog best wel lang gezeten. En nu gaan we ontbijten in het hotel. We
zijn toch niet in het hotel beland qua ontbijt, maar bij Le Pont. En dan kan ik het niet meer uitspreken. Maar het was heel erg druk in het hotel. En toen dachten we, laten we gewoon ergens anders ontbijten. En dit is echt een ontbijtplek. En we hebben een broodplankje. En daar krijgen we dadelijk allemaal broodjes en eitjes en zo. Ga jij even mijn thee eens schenken? Pas op, hè, dat gaat eraf vallen. Zal die zacht zijn? Dat is de vraag. Ja, dat weet ik niet. We zijn nu op het Groot Begijnhof Dillen. Wist je dat? En het begin daarvan was al in 1200. Jeetje. Ja, echt waar. En dan mochten dan alleen maar vrouwen wonen hier. Inmiddels is dat niet meer zo, hier wonen ook gewoon mannen. Maar het is dus een heel klein dorpje in een dorp. Ik vraag me af hoe de huizen er van binnen uitzien. Want van buiten zijn ze dus heel oud, uit 1600 en zo staan de huisjes. Maar bijna overal staat wel een fiets voor de deur. Dus er wonen gewoon mensen, maar hoe dan? Dit was ons weekendje Leuven. We hebben de spullen gepakt en we gaan nu uitchecken. En dan rijden we naar huis. Ik vond het heel erg gezellig. Ik ook. En we zijn thuis. We zijn even in Roermond langs de Mediamarkt gegaan. En langs de Albert Heijn XL. Voor broodjes en avondeten moet je kijken wat ik daar vond. Ja, ik word daar zo gelukkig van, hè. Ik heb ze weer eens, de double chocolate. En. Deze vond ik daar. Ik kende die nog niet. Magnum Cookie Crumble. Ben ik ook heel erg benieuwd naar. We hebben ook wat meegenomen voor een lekker broodje carpaccio te maken. En vanochtend heb ik nog wat lekkere dingetjes meegenomen bij die winkel. Waar we hebben ontbeten. Le Pain. Ik kan het niet meer uitspreken. Quotidien. Kijk deze chocolate chip cookie. Ik ga denk ik even een broodje carpaccio voor ons maken. En dan gaan wij op de bank zitten. En deze serie kijken. Beste serie van de wereld. Ja, is onze lievelingsserie. Dus die hebben we weer. Seizoen 5. Die was nog steeds niet op Netflix. Dus we dachten, ja weet je, maakt niet uit. We gaan gewoon eventjes langs de Mediamarkt en kopen. En dan kunnen we in ieder geval gaan kijken. Lekker. En een kippensoepje. En dan de tv. Het lijkt wel zondag, Cengiz. Cengiz is blij dat we er zijn. Heel blij. Hé. Hey. Oh, kijk maar hoe blij. Wat doe jij? Wat was dat, Jared? Dat was echt een zin. Wat ben je aan het doen? Wat doet hij? Wat doe je? Wat een retard. Ik heb zojuist bijna mijn camera kapot gemaakt. Ik gooi hem op de grond. Ik wilde eigenlijk dit laten zien. Ik presenteer u, heel simpel, kipcroquant met gebakken aardappeltjes en roerbakgroenten. En we gaan gewoon verder met mijn favoriete mannen in pak. Ik ben benieuwd hoe deze zijn. Misschien lijken ze wel een beetje op die Oreo-ijsjes. Die is wel lekker. Ja. Die is wel heel lekker. Zo, het weekend zit erop. Het was heel erg leuk in Leuven. Ik heb het echt heel erg leuk gehad. Als je denkt van waarom kijk je zo vaak naar het schermpje tegenwoordig, dat is om te checken of ik nog scherp ben. Wow, mijn camera doet gewoon een beetje raar. Wij gaan lekker slapen. Morgen weer werken. Ik ben helemaal uitgerust. Was echt heel gezellig. En volgende week hebben we weer allerlei etentjes. Ik ga met de opa van Dillen uit eten. En ik heb kookclub met vriendinnetjes. Dus dat gaat ook wel weer een heel gezellig weekend worden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ben je nou nog geen abonnee? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je kan gewoon even klikken op abonneren. En dan ben je het wel. En dan ben je op de hoogte van mijn nieuwste video's. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!